Deze herfstvakantie gaan we werken van het noorden tot het zuiden van Nederland. Dat gaat flinke hinder geven voor reizigers. En het zwaartepunt ligt in Zutphen, Tilburg en Goes. In de herfstvakantie gaan we in Goes 5 kilometer spoor vernieuwen. En we gaan in Goes 2 wissels vernieuwen. In Vlissingen gaan we 2 kilometer spoor vernieuwen en daar gaan we 10 wissels vernieuwen. Verder gaan we in Goes raildempers aanbrengen in de sporen. En we gaan bij Goes 1 overweg vernieuwen. Wat we hierachter zien zijn de voorbereidingen voor de buitendienststelling. Dat betekent dat wij een groot brugdekker en een perron gaan inschuiven in het station. Dat wordt in de toekomst de nieuwe passage van het station. Tilburg heeft nooit een verbinding gehad van noord naar zuid. Deze passage die we hier dan achter ons zien, die gaat dat realiseren. We zijn hier in Zutphen omdat we in de herfstvakantie 9 dagen het spoor buiten dienst nemen. En hier dus een aantal werkzaamheden gaan verrichten. Zo wordt er de tunnel ingeschoven, de marstunnel. Aan de andere kant wordt de kostverloren ingeschoven. En achter ons wordt de spoorbrug stiller gemaakt. Er blijven wel treinen rijden, daarvoor hebben we een noodperron aangelegd. Op een aantal richtingen rijdt de trein niet of is er een aangepaste dienstregeling. Dus het dringende advies is, ga goed voorbereid op reis. Kijk voor meer informatie op ns.nl of progo.nl.